Vandaag, 14 mei, is de wielerronde van Rijsoord, oftewel de draai rond de kraai, weer aan een nieuwe toertje begonnen. Inmiddels twee organisatoren voor me staan, Piet van der Meulen en Paul van Maastricht. Weer een geweldige dag om deze ronde van Rijsoord te kunnen organiseren. Klopt dat? Ja, we zijn er ook heel blij mee dat we vandaag weer zo'n fijn deelnemersveld, ruim deelnemersveld bij elkaar hebben kunnen krijgen. En het weer werkt gelukkig ook mee. Nou, kijk maar naar de ambiance hier zo rond het parcours. Het is geweldig. Ja, Paul, jullie hebben weer extra je best gedaan om volgens mij heel veel faciliteiten langs het parcours ook weer op te bouwen. Best wel veel werk weer. Het is altijd veel werk, maar gelukkig hebben we een hoop goede mensen om ons heen. Want ja, met z'n tweeën doe je ook erg weinig. En dat loopt, ieder jaar gaat dat beter. De hoeveelste editie is het inmiddels dat we in Rijsoord aan het fietsen zijn, Piet? De 17e, ja. Ja, en de tijd vliegt. We weten nog dat we de eerste deden met een hele beperkte begroting. En die hebben we nou inmiddels een keer of 5 gepasseerd. Ja. Betekent dat ook na de 17e dat we gewoon doorgaan met de 18e, de 19e enzovoort enzovoort? Dat zal hopelijk wel het geval zijn, denk ik. Net wat Piet zegt, we zijn begonnen op vrijdagavond met een klein rondje. En dit uitgegroeid tot dit evenement, om het zo maar te zeggen. A2 met Niels Oden. Niels Oden met daar nummer 41. En Johan Hendricks. Johan Hendricks in het geel-zwart. En Niels Oden in het rood daarbij. Die mannen hier elkaar met voorop. Dus Johan Hendricks. Johan Hendricks hier. De winnaar van Rijsoord 2011. En gemakkelijk hier de tweede aankomende. Jaap Visser en Niels Oden de derde aankomende. Dat is een compleet peloton. Dankjewel. Ah, is mooi. Alles gegeven in die sprint voor die vierde plaats. Ook dat gaan we u weer vertellen. En dat is Jordan van Steers. Johan, gefeliciteerd met de overwinning. Dankjewel. Je kan erom lachen. Ik denk een zwaar bevocht overwinning. Ja, eigenlijk wel. Ik voel me eigenlijk wel goed, maar toch niet de snelheid om met de jongens mee te draaien. Dus ik moet er ook een beetje van weg hebben. Gebeurt dat eigenlijk pas in de laatste ronde dat jullie echt weer rijden, pakken 20 meter, pakken 25 meter. Heb je omgekeken of niet? Nee, ik zag nummer 1 al wegrijden. Ik denk nou, dan mag ik even naar te kijken. Dat kan ik wel eens meegeven. Mag ik een fijn applaus voor de winnaar van de sportklasse bij Rijsoord 2011, dames en heren, Johan Hendricks. Langs de lijn bij de wielerronde van Rijsoord natuurlijk ook daarbij verslaggever van Radio Ridderkerk, Tini Bekkers, samen met Aad de Bruin vandaag het verslag doen. Ja, ambiance hier, hè? Heerlijk, hè? Heerlijk weertje weer. Het werkt gelukkig allemaal weer mee. En het is altijd een leuke sfeer hier bij de mensen. Ja, de wedstrijden die vandaag hier in Rijsoord verreden worden, dik 70, 80 deelnemers. Is dat voor jullie extra lastig om verslag te doen, om ze allemaal uit elkaar te houden, of ken je ze persoonlijk? Ik ken er een aantal persoonlijk, omdat ik het natuurlijk een aantal jaren al doe. Ik kan van voren zien wie het is, dus ik heb de rugnummers niet allemaal nodig. Maar we krijgen keurig netjes een lijst met rugnummers uitgereikt van de organisatie. Dus daar kunnen we altijd nog even een blik op werpen, om het zo maar eens te zeggen. Oké, dankjewel Tini. Jij en Aad, veel succes vandaag nog. Dankjewel. Zo, startpistool heeft geklonken. We zijn eraan begonnen, dames. Prettige wedstrijd, maken iets moois van. 60 kilometer wedstrijd hebben we te doen in de grote prijs van Betonweb, de Rijsoord Betonwerken. De wedstrijd vandaag hier met de bijzondere dame bij de rijden. In de jurybus komen wij tegen Arie Korendijk, een oude bekende, voorheen woonachtige Ridderkerk, maar nog altijd in de buurt. En uiteraard vandaag weer aanwezig bij de wielerronde van Rijsoord. Goeiedag Arie. Goedemiddag. Ja, vandaag in de jurybus betekent dat andere activiteiten voor je? Ja, jurywerk, hè, dat doe ik natuurlijk ook al jaren. En 9 van de 10 keer doe ik dus fotofinish. En voor de rest klassiekers uiteraard doe ik ook nog wel. En de Ronde van Baarden, dat organiseer ik dan zelf. Ook uiteraard heel bekend als de man die altijd met de dranghekken bezig is bij de parcoursen van de rondes. Dat is jou, dat hoeft dit jaar niet meer. Nee, dat doe ik niet meer. Ik doe alleen maar aanwijzingen geven, dus jou doe ik niet meer. Ja, we zien het hier heel druk in de bestuurs- of in de jurybus. Wat gebeurt hier allemaal? Kan je dat even kort uitleggen? Nou, de jury die hier allemaal zitten, die
Kijken of de wedstrijd in goede banen worden geleid natuurlijk. En zo hebben we dus een aankomstrechter die er altijd bepaalt wie er wint. Hoe de verdere uitslag opgemaakt wordt. We hebben een premiecommissaris, we hebben een man die aan de bel zit. Een secretaris die hier achter mij in mijn rug zit. En ik zelf doe de fotofinish. En zo komen we tot uitslagen, van premieuitslagen tot de echte einduitslag. Heel belangrijk werk, want ja, of je nummer 1 of 2 wordt, er zit altijd een heel groot verschil in op het podium. Ja, de winnaar is natuurlijk het belangrijkste, maar ook als je 10e wint of je wordt als 12e geclasseerd, ben je toch als 10e geclasseerd worden. Precies, ja, daar heb je dan uiteindelijk recht op. Zo is het. Dat, iedereen die wil dus zijn eigen prijs rijden. Dat is logisch. Tot zover hier de wielerronde van Resort met 3 hele mooie wedstrijden. De sportklasse, de dames en de heren elite amateurs hebben er weer een geweldige wielerrondedag van gemaakt hier in Rijzenhoort. En we gaan afsluiten voor wat betreft TV Ridderkerk. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.